Hey, wij zijn Jelle en Dave en we staan hier voor het Visser het Hoofdlyceum in Leiden. En wij gaan vandaag onderzoeken of dit voor jou een leuke school kan zijn. Let's go! Ik ben Bas Pijnappel, ik ben teamleider van de brugklasse op Visser het Hoofdlyceum. Het is een school met heel veel geschiedenis. Als je hier door het gebouw loopt, dan merk je dat ook. Sommige gedeeltes zijn bijna 100 jaar oud. En tegelijkertijd proberen we ook mee te doen met nieuwe dingen. Er zijn creatieve vakken, er zijn vakken waarbij je meer moet nadenken, er zijn sportieve vakken. Dat komt allemaal samen in één gebouw. Die dynamiek, die beweging vind ik heel erg leuk aan deze school. De sfeer vinden we wel belangrijk, zodat leerlingen zichzelf kunnen zijn en ook daarin zich kunnen uiten. Hey, het is pauze. Dave, laten we even gaan vragen wat de kinderen leuk vinden aan deze school. Het is een moderne school en dat is heel fijn. Er wordt niemand buiten gesloten en dat is vooral heel fijn. Ik vind het gewoon een hele warme sfeer. De leraren zijn over het algemeen best wel aardig. Ik heb ook op open dagen gekeken en de lessen waren hier ook heel leuk. 60 minuten rozen vond ik ook wel fijn. Soms hier in de pauze zijn we met z'n allen op dit veldje aan het voetballen en dan maakt het eigenlijk niet uit. Gewoon met alle, ook al ken je die mensen niet, maar je doet gewoon lekker mee en het is gewoon gezellig. Leerlingen kunnen in de eerste, tweede en de derde kunnen ze zelf een deel van hun lesprogramma kiezen. Er zijn er een aantal opties waarbij we het belangrijk vinden dat er brede mogelijkheden zijn. Je moest een lijstje maken en ik heb nu filosofie. En tweede module heb ik drama en daarna heb ik Chinees. Trefbal, volleybal, een beetje basketbal, clinic hadden we laatst. Als je Engels het leuk vindt, dan is natuurlijk TTO is dan een hele goede keuze om te gaan doen. Sommige leerlingen bij ons doen TTO, dat betekent tweetalig onderwijs. Dus je krijgt ongeveer 70% in de brugklas van je lessen in het Engels. En dat is in het begin heel moeilijk, maar eigenlijk gaat dat heel snel en merk je al snel dat leerlingen op behoorlijk niveau discussie kunnen voeren over inhoud. Door het te spreken leer je het vanzelf. En het is echt niet erg dat je het moeilijk vindt. Best wel veel kinderen vinden het moeilijk. We helpen je er ook bij. En na een paar maanden zul je denken, hè, heb ik dat ooit moeilijk gevonden? Ook voor de creatievelingen is hier genoeg te doen. Ik heb al muziek en kunst gezien, maar ze hebben hier zelfs een eigen theater. Wat wij belangrijk vinden als school is dat je kennis leert. Je moet gewoon weten hoe dingen in elkaar zitten. Dat is natuurlijk nuttig voor een vervolgopleiding. Maar wat misschien nog wel even belangrijk is, is dat je ook een burger wordt in de maatschappij. Wat we ook hebben is aandacht voor internationalisering. We proberen ook de buitenwereld naar binnen te halen en leerlingen ook naar buiten te sturen. Zo proberen we de internationalisering vorm te geven. Leerlingen maken ook een portfolio en dat als ze op een verjaardag aan opa of oma kunnen laten zien van hier zijn we bezig geweest, dat ze daar trots op zijn. En dat ze ook leren nadenken over ingewikkelde vraagstukken. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? En hoe wil ik naar andere mensen toe zijn? Dat zou ook mijn advies zijn aan kinderen die een middelbare school gaan kiezen. Ik zou het hartstikke leuk vinden als jullie hier naartoe komen. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind is dat je een school kiest waar je je thuis voelt. Waar je je prettig voelt. Dat je zegt dit is een school waar ik de komende 4, 5 of 6 jaar wil doorbrengen.